Oké. Okay. De laatste test. Deze pointer gewerkt. Ik heb mijn broek op terug gezet. Goed, we kunnen er eens aan beginnen. Welkom allemaal, goedenavond. Blij eigenlijk om zoveel mensen hier nog te zien op dit late uur. Om te komen leren over toch wel een esoterisch onderwerp noemen, quantum computing. Esoterisch misschien, maar tegelijkertijd ook ja, heel echt. Heel echt in de manier waarop dat het onze wereld in de nabije toekomst gaat beïnvloeden. Maar dus, hè, zoals aangegeven, quantum computing is toch wel, moeten we het een discipline noemen, waar toch enige mystiek rond gaat gaan hangen. En daarom heb ik eigenlijk deze presentatie bijeengeboxt, quantum computing, a gentle introduction, om dus hè, aan iedereen uit te leggen wat quantum computing is, maar vooral wat het ook niet is. Er is heel één heel belangrijk element aan mijn presentatie, waarvan ik denk dat de helft het helemaal niet zal appreciëren en de andere helft dan weer fantastisch zal vinden. En dat is namelijk het volgende. We gaan het doen zonder wiskunde. Ik zet er een klein sterretje bij, want ik heb al klachten gehad. Er zit een heel klein beetje wiskunde in, maar dat is om een ander topic te introduceren, priemgetallen. Dus ik ga eventjes de definitie vooraf geven. Een priemgetal is enkel deelbaar door één en zichzelf. En je kunt daar interessante dingen mee doen. Maar meer moet je eigenlijk niet weten. Goed, quantum computers dus. Quantum computers, wel, ik begin altijd graag met een definitie. Ik vind dat fantastisch. Die zeggen tegelijkertijd alles en niks tegelijkertijd, right? Dus een quantum computer exploits, well, we gaan het in het Nederlands doen, een quantum computer gaat de eigenschappen van de quantumfysica gaan gebruiken om bepaalde types van berekeningen efficiënter uit te voeren dan eender welke klassieke computer. Een zeer goede definitie, maar tegelijkertijd, ja, zit je misschien met meer vragen geëindigd dan dat je feitelijk begonnen was. Wat is die quantumfysica nu eigenlijk? Allee, het is al raar genoeg en blijkbaar maken quantumcomputers daar gebruik van. En wat bedoelen we als we zeggen bepaalde berekeningen, alleen maar de plus en geen min, of de maal en geen gedeelte door of zoiets. En efficiënter, wat is dat ook weer? Minder watts of zo? Gaat het minder watts verbruiken dan onze klassieke computers? En uiteindelijk, ja, misschien zelfs nog de hamvraag: wat is een klassieke computer nu eigenlijk? Wat is er mis met onze goede oude MacBooks die ons op onze tafel staan? Waarom moeten we plots gaan kijken naar van die super geavanceerde dingen waar nauwelijks iemand van iets van begrijpt en dat we dan gewoon niet kunnen verder werken met de dingen waar we heel goed vertrouwd mee zijn? Dus we gaan beginnen met de gemakkelijkste vraag: wat is een klassieke computer eigenlijk? Nu, een klassieke computer, wat een klassieke computer is, heeft al een redelijk harde evolutie doormaakt doorheen de jaren. We spreken al over computers sinds de jaren 40, 50, om dan goed door te breken in de jaren 60. Maar een computer werkt eigenlijk praktisch al heel de tijd op één principe. Het maakt gebruik van een soort basiscomponent. En die heet de transistor. Nu, over de transistor kunnen we heel veel interessante dingen vertellen. Als je elektrotechnicus bent, dan heb je daar waarschijnlijk een volledige cursus over gehad van een aantal studiepunten, speciaal over de transistor. Maar in feite, wat dat een transistor is heel gemakkelijk uitgelegd. Een lichtschakelaar, daar komt het op neer. Je hebt hier een draad, die van boven naar onder gaat. En die wordt onderbroken door een schakelaar. Die schakelaar kunnen we activeren met een elektrisch signaal. We hebben niet microscopisch kleine vingertjes om schakelaars in te drukken. Het is allemaal elektrisch natuurlijk. Maar als we dat signaal activeren, dan kan de stroom gewoon door deze schakeling. Hebben we een één signaal. Is die schakel niet geactiveerd, dan kan de stroom daar niet door en dan noemen we dat een nul signaal. Wel, wat blijkt? Die nul en één signalen die zijn best interessant voor onze klassieke computer, want die noemen we de bit. De bit en zijn grotere broertje, de byte, is min of meer de basis van alles wat we met onze klassieke computers gaan doen. Onze opslagruimte spreekt over bits. Onze processing power, ja, die gaat met bits gaan werken. Daar spreken we eigenlijk over berekeningen per seconde. Maar ja, heel die klassieke computers zijn gebouwd op bits. En hoe precies? Wel, het is een kwestie van schalen van complexiteit. Heel simpel. Als we twee van die schakelaars onder elkaar zouden gaan zetten en we plaatsen vervolgens een circuit in serie, dan hebben we een N-poort gecreëerd. Het signaal kan er alleen maar door als beide van deze signalen op 1 staan. Zo checken we eigenlijk dat zowel signaal A
als signaal B actief zijn voordat een ander signaal door kan. Nu, oké, dat is relatief tof, zo'n N-poort, maar gaat je nog niet te veel tegenkomen in je dagelijks leven. Maar hang een paar van die poorten aan elkaar en je hebt een systeem gemaakt die getallen kan optellen. Nu begint het interessant te worden. En nu zitten we aan de rekenmachines. Dit zit ergens in uw rekenmachine. Een circuit die razendsnel signalen bij elkaar optelt. En dat kan vervolgens omzetten terug naar onze decimale getal. Om dan uiteindelijk te eindigen met, hier is onze add-circuit. Die kunnen we dan nog een keer in een aantal componenten gaan samenvatten. En dan hebben we een circuit die kan vermenigvuldigen. Enzovoort, enzovoort, enzoverder. Al die dingen kunnen we abstraheren en al die zaken hebben we steeds meer en meer en meer en meer kunnen miniaturiseren, zodanig dat het op steeds kleinere chips past, zodanig dat er steeds meer berekeningen kunnen worden mee uitgevoerd. Dus wat is het probleem eigenlijk? Klinkt wel goed, klinkt als een goed recept eigenlijk. We blijven gewoon dingen boven elkaar gaan bouwen en we gaan er steeds complexere zaken mee gaan doen. Wat is het probleem precies? Wel, het probleem is tweedelig. Eerst en vooral, de transistor hier, onze goede vriend, die wordt kleiner en kleiner en kleiner, maar die begint eigenlijk een beetje belachelijk klein te worden. We spreken ondertussen al over dingen zoals 14 nanometer. We zitten ondertussen al aan 8 nanometer bij bepaalde componenten. En om u daar een klein ideetje van te geven, wat voor schalen dat wij ondertussen al bezig zijn. Wel, dit is een HIV-virus. Niet bijzonder groot, maar al veel groter dan de basiscomponenten in onze computers. En een rode bloedcel, ook niet bijzonder groot. Zichtbaar enkel met een microscoop, wel, dat is een absolute kolos in vergelijking met de transistoren die wij gaan gebruiken. Dus we zijn op een soort limiet aan het komen. Onze componenten worden kleiner en kleiner en kleiner. En puur intuïtief gezien, die componenten zijn opgebouwd uit atomen. Als we telkens het aantal atomen gaan halveren waaruit die component bestaat, wel, dan blijven we op den duur nog maar met één atoom over. En dat kun je niet meer in twee snijden, tenzij dat je heel exotische dingen doet. Dat is de harde grens op hoe klein dat onze computers kunnen maken. Daar zitten we nog niet meteen. Maar anderzijds zijn die dingen zodanig klein aan het worden dat we ondertussen ook de kwantumwereld, waarin dat alles onzeker is, daar gaan we meteen wel op ingaan, waarin dat alles onzeker is, ook een beetje problemen beginnen veroorzaken. Onze lichtschakelaars, die werken plots niet meer. We zetten onze lichtschakelaar op uit, maar daar komt toch gewoon een signaal door. Dat is omdat de afstanden te klein zijn, onze componenten zijn te klein geworden. En op die afstand, anything goes, right? Alles kan. Dat is de kwantumwereld. Maar goed, er is een tweede probleem die eigenlijk die uiteindelijk leidt tot een kwantumcomputer, die ons leidt tot een noodzaak voor een kwantumcomputer, laat het dan zo zeggen. En dat zijn berekeningen. Bepaalde types berekeningen, ik heb het al gezegd, gaan noodzaak geven voor kwantumcomputers. En om je dat even te illustreren, dit is eigenlijk een heel simpel probleem. We noemen het traveling salesman problem, het handelsreizigersprobleem. En ja, ik denk dat iedereen dat wel op een intuïtief niveau een beetje kan begrijpen wat dat inhoudt. Dus je bent een rondreizende handelsreiziger, je hebt uw auto, en je moet op verschillende adressen langs gaan. De volgorde maakt niet uit, wanneer maakt niet uit. Je moet ze gewoon allemaal bezoeken. En natuurlijk, wat wilt jij? Jij wilt daar de meest optimale route in vinden, zodanig dat jij elk van die steden, elk van die adressen aangedaan hebt. Klinkt simpel. Klinkt als iets dat je aan Google Maps zou kunnen vragen, bijvoorbeeld. Maar Google Maps gaat u die informatie niet geven. Google Maps verwacht eerst een volgorde van u, waarin dat jij uw adres wilt bezoeken. En dan gaat hem wel berekenen hoe lang dat het gaat duren om die volledige route te doen. Maar eerst moet jij toch wel die volgorde gaan meegeven. En dat heeft een hele goede reden, want het traveling salesman probleem is namelijk een probleem die heel snel explodeert in complexiteit. Ik ga het u eventjes illustreren. Eén stad, wel, daar is er maar één mogelijke combinatie. Je gaat naar stad 1 en je zit klaar. Voilà. Op een gewone computer duurt het ongeveer een halve nanoseconde. Zit je rap klaar mee. Twee steden, twee combinaties, kost u twee keer zoveel tijd. Simpel. We gaan nog een keer verdubbelen. We gaan van 2 naar 4. We gaan even 3 overslaan. Op 4 steden zitten we plots al met 24 mogelijkheden en kost het ons 12 nanoseconden. 2 keer zoveel steden, 12 keer zoveel werk. En als we dan nog verder gaan, 5 steden heeft 120 mogelijkheden,
En maken we dan plots een sprong van 5 naar 10, dan zien we dat er 3.628.800 mogelijkheden zijn, waardoor dat uw computer moet gaan zoeken om daar het meest optimale pad in te gaan vinden. Er zijn iets slimmere algoritmes, maar dat is een beetje de aard van het probleem waar we niet helemaal omheen kunnen. Gaan we dan van 10 naar 20, zitten we op 2,43 x 10 tot de 18e mogelijkheden. En dan maken we een sprong van 2 milliseconden op onze computer, en doenbaar, 2 milliseconden, zo lang wil ik wel nog wachten op mijn computer, naar 38 jaar. En maken we dan nog een kleiner sprongetje van 20 naar 30 steden, dan zitten we plots op 4,42 x 10 tot de 30ste mogelijkheden. En dat kost u 7 x 10 tot de 13e jaar of 6 leeftijden van het universum, om dat even te gaan berekenen. What the hell? What the hell? Hoe loopt dat daar in godsnaam zo mis? Dat lijkt nogthans een redelijk probleem. Waarom kunnen die computers dat niet oplossen voor ons? Wel, dit is de wiskundige realiteit van het probleem waar we niet omheen kunnen. Er is nog zo een voorbeeld. Dit is een van de meest bekende, wat is dat de correcte term voor? Is het een metafoor, een allegorie? Ik weet het niet. Maar min of meer, het verhaal gaat als volgt. We spreken hier ofwel over de Shah van Perzië of de keizer van China. Maakt niet uit. En die wordt bezocht door de uitvinder van het schaakbord. Die presenteert zijn uitvinding. De Shah of de keizer is enorm gecharmeerd. En die zegt van, goh, kijk, weet je wat, je moogt u eender welke beloning kiezen dat je maar wenst, behalve mijn koninkrijk, en het was nog iets, behalve mijn koninkrijk en mijn dochter of zoiets, twee rare voorwaarden. Beetje vreemd, hè? Je mocht kiezen wat je wilt. Maar natuurlijk, hè, die schaakmeester, een nederig man, die zegt van, weet je wat, kijk, ik verwacht niet zoveel van u. Neem mijn schaakbord, zegt hij, 64 vakjes in totaal, als ik me niet vergis. En op de eerste dag leg één graankorreltje op het eerste vakje. Op de tweede dag leg dan vervolgens twee keer zoveel graankorreltjes, oftewel twee graankorreltjes, op een tweede vakje. En op de derde dag nog een keer maal twee, zitten we aan 4. 8, 16, 32 enzovoort. En die demonstreert dat. De keizer wel, die denkt van, goh, ik ga er hier ferm goedkoop van afkomen, hè, een hoopje graan, en die gast gaat mij wel gerust laten. Halverwege het bord zitten we aan de totale jaarlijkse productie van rijst die heel China produceert. Zitten we helemaal op het einde van het schaakbord, dan hebben we genoeg rijst om de aardbol, de volledige aardbol, in een 3 meter dikke laag met rijst te gaan bedekken. Het zijn exponentiële problemen. Elke stap dat we zetten, elk stapje vooruit, doet het probleem vermenigvuldigen. Maal 2 in dit geval. Het kan ook maal 3, maal 4, maal 5, maal 10 zijn, het maakt niet uit. Maar dit soort problemen, dat zijn lastigaards. En we komen ze nogthans veel tegen in ons dagelijks leven. Dus ja, onze klassieke computers, je merkt het nu al, hè, hoe goed dat die klassieke computers ook worden, als ze op moeten boksen tegen zo'n probleem, dat zodanig gigantisch snel kan exploderen, hè, dan merkt het dat wij op een soort limiet aan het komen zijn. Dat die computers, hoe snel dat we ze ook maken, en we hebben niet meer zoveel ruimte over, ja, die gaan nooit alles willen doen wat wij ervan verwachten. Er zijn dus problemen die niet zomaar oplosbaar zijn met een klassieke computer. En een van die problemen, en wij maken er eigenlijk dankbaar gebruik van, een van die problemen wordt heel dankbaar gebruikt in encryptie. Priemfactorisatie. Dit is het stukje wiskunde, hou jullie even vast. Sluit dus nooit even jullie oren en knijp je ogen dicht als het echt trauma's met zich meebrengt. Maar priemfactorisatie houdt in dat elk getal kan geschreven worden als een product van priemgetallen. 132 bijvoorbeeld, dat is 2 maal 2 maal 3 maal 11. Dat is een probleem die in twee richtingen gaat. Ik kan u vragen, 132, wat zijn daar de priemfactoren van? Maar ik kan het u ook omgekeerd vragen, 2 maal 2 maal 3 maal 11, zijn dat de priemfactoren van 132? Nu, als ik u de keuze geef, dan zou ik u aanraden om voor het tweede probleem te gaan. Want het enige wat je daarvoor nodig hebt is een rekenmachine. 2 maal 2 maal 3 maal 11, 132. Ah ja, voilà, kijk, dat klopt helemaal juist. Dat is de priemfactor van 132. Maar omgekeerd, 132 en bereken daar de priemfactoren van, dat is al wat moeilijker. Dat is al wat moeilijker. En voor de mensen die niet wiskundig zouden zijn, die zouden waarschijnlijk gewoon een lijstje maken van priemgetallen en dan beginnen checken.
Is het deelbaar door 2? Ah ja, oké. Okay, ja, 2 is een priemfactor. Ja, we houden nog 66 over. Is dat deelbaar door 2? Ah, oh, we hebben weer al chance. Ja, we delen het door zo. Is dit deelbaar door 2? Ah nee, 33 is niet deelbaar door 2. Is deelbaar door 3? Oh ja, we hebben weer chance. En 11 is een priemgetal. Dat weten we, dat staat in mijn lijstje. Voilà, we zijn klaar. Oeh, dat is al iets lastiger. Je moet zo iedere keer dat lijstje beginnen afgaan. Dit is een relatief simpel probleem. 2, 2, 3 en 11. Ça va. Maar wat als je een getal hebt die gigantisch lang is, die miljoenen digits heeft. Begin daar maar een keer aan. Je moet iedere keer een lijstje naar omhoog gaan. Gedeeld door 2, nee, ah shit. Gedeeld door 3, nee, ah. Gedeeld door 5, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Een gigantisch moeilijk probleem. Zeker als het over gigantisch grote getallen gaat. Maar omgekeerd, eens dat je die priemfactoren gevonden hebt, kun je wel heel gemakkelijk checken of dat die priemfactoren de juiste priemfactoren zijn. En je merkt hier al een beetje in hoe dat wij dat gebruiken voor encryptie. We hebben die priemfactoren ergens in onze achterzak zitten. We zorgen ervoor dat we die doorgeven en we sturen zo'n gigantisch groot getal mee. Uw ontvanger die kan rap kijken van, ah ja, is dat inderdaad wel de juiste persoon? Ik ga een keer rap mijn priemfactoren nemen en zien, ja, dat komt er inderdaad goed mee overeen. Dat is het grote getal waar ik naar op zoek ben. Maar als iemand anders dat groot getal terug moet omzetten naar die priemfactoren, wel, ja, dan kan die nog even 6 leeftijden van het universum daarmee bezig zijn om die priemfactoren daarin te gaan vinden. Encryptie maakt daar heel dankbaar gebruik van. Nu, encryptie is min of meer het enigste veld die blij is met zo'n probleem, want dat betekent dat onze codes niet gekraakt kunnen worden. Maar in alle andere disciplines is dat een enorm groot probleem. Eén zo'n discipline is simulatie. Goh, simulatie. Het is iets fantastisch hoor, dames en heren. Ik kan het u alvast zeggen. De dingen dat wij kunnen doen met simulaties, het weer voorspellen, chemische interacties gaan simuleren, het is, ja, de economische waarde daarvan is niet te overzien. Maar tegelijkertijd zijn we hard gelimiteerd. Al onze simulaties die te maken hebben met de atomenwereld, met de moleculen enzovoort, die zijn gelimiteerd, hard gelimiteerd, heel hard gelimiteerd. Want elk atoom oefent ook een invloed uit op elk ander atoom. Want dat betekent dat iedere keer als je een atoom toevoegt, dan moet je alles opnieuw gaan berekenen, moet je alle invloeden van elk atoom tegenover elk atoom gaan berekenen. En dat heeft als uiteindelijk resultaat, dit is de reactie die gebruikt wordt bij de generatie van kunstmest. Ik kan u ook alvast vertellen, kunstmest, een redelijk handig stukje chemie. We maken daar dankbaar gebruik van. Het is de reden waarom dat we hier allemaal kloek en gezond kunnen bijlopen, in plaats van om de zoveel tijd met een hongersnood te gaan zitten. Lang leven kunstmest. We gebruiken dat in massale hoeveelheden. Maar het grappige is, de reactie dat we gebruiken om kunstmest te gaan genereren, die begrijpen we niet. We begrijpen het een beetje, een beetje van op afstand, maar wat er hier precies gebeurt in dat kluwen van die twee proteïnen die met elkaar gaan interageren, weet je, het werkt en we zijn er al lang content mee. Maar stel je voor dat je het perfect zou kunnen begrijpen, dat je hier een beetje zou kunnen in gaan prutsen, om dat nog een beetje te gaan verbeteren. Met de gigantische hoeveelheid kunstmest dat wij maken, is dat een enorme economische winst. Dus zou je zeggen van we gaan dat gaan simuleren en we gaan perfect gaan begrijpen hoe dat is, we gaan er een kleine verandering aan brengen, we gaan dat nog een keer simuleren. Nee, dat lukt helaas niet. Dit, dat is een klein clustertje van 8 atomen. Dit is de grens van wat we kunnen simuleren met onze allerbeste supercomputers. Zielig. 8 atomen. Er zijn er nog een paar interessantere, we moeten er niet eens van dromen. Ook al zeggen we 10, 20 jaar in de toekomst, dan nog zijn we nog niet, hebben we nog geen snel genoeg klassieke computers om voor een M-cluster te gaan simuleren. We beginnen er niet. De simulatiewereld is een wereld die heel hard te kampen krijgt met de grenzen van onze computationele kracht. En dan een laatste grote familie, zijn optimalisatieproblemen. Oh, ik ga eventjes nog terug gaan hier. Dit gaat dus nu over de productie van kunstmest, maar dit is net zo goed van toepassing bij de productie van medicijnen. Een mogelijke implicatie, stel je voor dat wij het simulatieprobleem oplossen, dat iedereen dat kan doen met een rekenmachine, met zijn smartphone of zo. Dat betekent dat individuele medicijn voor iedereen. Punt. Dan gaan wij perfect kunnen zien van hier een beetje bloed voor u. We gaan er een keer wat medicijnen op loslaten. We gaan dat gewoon even simuleren. We gaan er misschien wat atomen links en rechts aan gaan toevoegen. Omdat jij een iets andere structuur in je bloed hebt. En dan kun je dat gewoon met een computer voor een paar cent gaan simuleren. In plaats van dat we er eerst 10.000 ratten voor in kooien moeten gaan steken. Dat we die 10.000 verschillende medicijnen moeten geven. Dat we vervolgens gaan over moeten gaan naar varkens, apen, mensen enzovoort. Nee, we gaan dat gewoon in onze fijne computer gaan doen. Zoals dat we dan. Ja. Eigenlijk, met
met veel van onze problemen hebben gedaan de laatste zoveel jaar. En de laatste grote familie van problemen zijn optimalisatieproblemen. Het is een beetje abstract, maar optimalisatieproblemen die vind je overal. Wiskundig gezien, terug een beetje wiskunde, sorry, gaat een optimalisatieprobleem hierover. Gegeven een aantal variabelen, minimaliseer of maximaliseer een bepaalde functie. Mensen met kinderen in het middelbaar, die herinneren zich zo misschien vraagstukken van, je kunt appels en peren kopen, appels kosten zoveel, je kunt ze verkopen voor zoveel, je budget is zoveel, bereken de optimale verhouding van appels en peren om zoveel mogelijk winst te maken. Dit soort problemen. Je leert dat in het middelbaar, maar tegelijkertijd op de allergrootste schaal zijn financiële instellingen daar ook mee bezig. Welke verzameling van portfolio, welke portfolio geeft mij het meeste winst? Welke investeringen gaan mij binnen 10 jaar het verste gaan brengen? Enzovoort. Die optimalisatieproblemen die zijn overal en die hebben eigenlijk gewoon ertoe geleid dat AI en machine learning is opgekomen. Want AI en machine learning, dat is eigenlijk een manier om door die optimalisatieproblemen een beetje afkortingen te gaan zoeken. Ja, om af en toe een keer te kunnen gaan zeggen van, we gaan heuristisch een bepaalde richting gaan nemen. We gaan een beetje slimmer proberen gaan zoeken in die ruimte in plaats van het brute force te gaan doen. Maar ook daar zijn we op limieten aan het komen. Dit gaat voor 3 verschillende jaren het grootste netwerk, dit toont voor 3 verschillende jaren het grootste neurale netwerk. Mijn hoofdactiviteit is artificiële intelligentie. Neurale netwerken, dat is zo'n beetje de structuur waarmee we vandaag de dag computerproblemen zijn aan het oplossen. Waarmee we stemmen kunnen gaan herkennen, waarmee we afbeeldingen kunnen gaan herkennen, enzovoort. 2015 hadden we ResNet, revolutionair. Dat ding had 60 miljoen parameters en had 7 exaflops, dat is denk ik maar 10 tot de 16e, als ik me niet vergis, 7 maal 10 tot de 16e berekeningen nodig om te trainen. Om dat ding te gaan creëren. 2016 was het aan de Chinezen, Baidu, hadden een neuraal netwerk gecreëerd die spraak kan gaan herkennen. En dat had 20 exaflops, maal 3. Het jaar daarna, 2017, zitten we aan het vertaalnetwerk van Google. 100 exaflops. We zijn ondertussen 2 jaar verder en het is er niet op verbeterd. De kosten blijven nog altijd uit de pan reizen. Tot op het punt dat mensen nu al beginnen te zeggen van artificiële intelligentie, van ja, maar ja, wat is daar de ecologische kost van? Zodanig veel berekeningen moeten wij doen, dat we zelfs al moeten gaan nadenken over de CO2-uitstoot ervan. Het is dus duidelijk dat er nood is aan een betere aanpak. Dat we zeker voor dit soort problemen graag betere algoritmen zouden gaan vinden met een betere computer die dat efficiënter kan gaan oplossen. Deze slide is een beetje voorbarig, maar ik wil jullie toch al een tipje van de sluier laten liggen. De quantumcomputer is niet universeel. De quantumcomputer gaan we niet overal voor gebruiken. En die gaat niet op je bureau komen te staan. Allee, dat zeg ik nu. Mr. Watson heeft ooit gezegd, het hoofd van IBM, van we gaan maar 3 tot 5 computers in de hele wereld nodig hebben. Dus je weet maar nooit. Maar de problemen die we kunnen oplossen met die quantumcomputers, die zijn heel goed afgeleid. Deze hier. Shor is misschien wel de bekendste. Dit is het algoritme waarmee we encryptie gaan kraken. En hiervan weten we nu al, als een gewone computer zoveel werk moet doen, afhankelijk van het grootte van het probleem om het op te lossen, wel, dan doet ons quantum algoritme er zoveel werk. Veel beter, veel efficiënter. Maar tegelijkertijd zijn er ook problemen waar we het nog niet zo zeker weten. De reden waarom die slide er nu al in zit, is om duidelijk te maken, als het gaat over optimalisatieproblemen, misschien toch wel de... Ik twijfel altijd tussen simulatie en optimalisatie. Maar ja, optimalisatieproblemen, misschien wel de interessantste mogelijkheid van quantumcomputers. Daarbij weten we eigenlijk nog niet helemaal zeker of dat wel beter gaat werken op een quantumcomputer. We denken het, we hopen het. We hopen het heel hard. Want dat zou betekenen dat we dingen kunnen gaan optimaliseren in min of meer elke tak van onze dagelijkse maatschappij. Maar nu zijn we eindelijk aangekomen bij de hamvraag, quantumcomputers die zijn gebaseerd op quantummechanica. Nu, wat is quantummechanica precies? Ik ga alvast beginnen met een disclaimer. En misschien ook om jezelf wat gerust te stellen. Dit is Richard Feynman. Het was daar straks even over de geschiedenis van quantumcomputers. Wel, die persoon was een van de allereerste die inzag van, dat zou wel een keer interessant kunnen zijn. Die keek naar quantumsystemen en die keek naar chemie. Die werkt onder de regels van de quantummechanica. En die zei van, wow.
Stel je voor dat we een computer zouden kunnen bouwen die gebaseerd is op dezelfde regels als die chemische interacties. Wauw, zo'n computer die zou heel efficiënt zijn in het berekenen van die chemische interacties. En zo het idee quantum computers is opgekomen. Maar die had dus een hele bekende quote. If you think you understand quantum mechanics, you don't understand quantum mechanics. Als je denkt dat je het begrijpt, dan begrijpt het eigenlijk niet. Dat vind ik altijd heel mooi en het tikt mijzelf ook een beetje in, want als je op het einde van deze talk zegt, ik snap het nu nog altijd niet, dan zal ik zeggen, maar ja, dat is de bedoeling. Dat is normaal. Om 100% volledig te zijn, wat hem daar eigenlijk mee bedoelt, is kwantummechanica kunnen we heel goed begrijpen op een wiskundig niveau, maar als het gaat over de intuïtie van kwantummechanica, zitten we met een probleem. We snappen nog altijd niet goed van wat betekent dat nu eigenlijk, wat is dat nu eigenlijk? En dat betekent dat kwantummechanica toch nog altijd een beetje met een zekere mystiek zit. Maar in de kwantumcomputers zijn we vooral geïnteresseerd in twee belangrijke fenomenen. Entanglement en superpositie. En ik ga die even illustreren aan de hand van een van de meest bekende voorbeelden, concepten, in verband met kwantummechanica. De kat van Schrödinger. Schrödinger heeft dit origineel bedacht als een manier om kwantummechanica belachelijk. Dus hij had een setup voorzien. Gaat er een radioactief atoom die eender welk moment kan vervallen. Je kunt dat niet op voorhand voorspellen. En als dat gebeurt, breekt dat hier een potje waardoor dat die kat kan gaan sterven. Nu, dit is een... De onzekerheid is een onweerlegbaar basisfundament van de kwantummechanica. En die onzekerheid die zegt eigenlijk van kijk, zolang dat jij het niet kunt weten, zolang dat jij niet kunt voorspellen wanneer dat atoom gaat vervallen, en dat je niet kijkt, wel, dan zit dat systeem eigenlijk in een superpositie van beide toestanden. Dan is dat systeem eigenlijk die beide toestanden tegelijkertijd. Op een heel fysieke manier. Op een heel echte, niet zozeer een abstracte manier van erover te gaan denken. Stel je voor dat je dit experiment echt zou kunnen uitvoeren. Het werkt niet om 10 miljoen verschillende redenen. Maar stel je voor dat je het kunt uitvoeren. Wel, dan zou je in principe die doos kunnen horen miauwen en tegelijkertijd ruiken dat het stinkt omdat er een dode kat in. Snap je? Dus het zou niet werken, want opnieuw, als je het hoort miauwen en je ruikt het, dan ben je ook al aan het meten. Dus dan weten we wel wat er aan het gebeuren is. Maar stel je voor dat er zoiets zou kunnen, dan zou dat eigenlijk die twee dingen tegelijkertijd zijn. En voor atomen is dat zo. De kleinste elementen van ons universum, die gehoorzamen die kwantumwetten en die kunnen zich dus in een superpositie gaan bevinden. Dat accepteren we allemaal. Dat is gewoon zo, we hebben er genoeg bewijs voor, daar doet niemand moeilijk over. Maar wat dacht Schrödinger dus, hè, toen was het nog helemaal niet zo bewezen, die dacht van, kijk, zolang dat over atomen gaat, is dat allemaal wel goed. Hè. Dan willen we dat allemaal accepteren, die kleine bolletjes dat we niet kunnen zien, die doen rare dingen, dat was zo be it. Ik ga gewoon met een boterham gaan eten en ik ben straks naar huis. Right. Dat is de microscopische wereld, we zien dat niet, we trekken er ons niets van aan. Maar dit is eigenlijk een opstelling die ons toelaat om die superpositie, dat super raar fenomeen dat we zien bij atomen, te gaan verstrengelen, entanglement, dat is daar dat tweede concept, te verstrengelen met een macroscopisch object. Als dit vervalt, gaat dit dood. Het lot van de kat is verstrengeld met dat van het radioactieve atoom. En het zijn die twee concepten waar we dus gebruik van gaan maken in onze quantum computers. Wat is quantum computing dan precies? Wel, in zijn meest basisvorm, we hebben hier onze klassieke computer, die bestaat uit bits. Een quantum computer die bestaat uit qubits. Dat is dat fenomeen van superpositie die we hierin terugzien. Dat kan 1 zijn, dat kan 0 zijn, die kat kan levend zijn, kan dood zijn. Of het kan een mengeling van de twee zijn tegelijkertijd. In de quantumwereld bestaat dat. Is dat echt? Kan dat echt? Gebeurt dat ook? Maar... En dit is een van die rare dingen aan kwantummechanica dat wij nog niet begrijpen. Op het moment dat we gaan observeren, op het moment dat we gaan kijken naar zo'n qubit en nu een keer zeggen van, allee, en wat is nu? Instant. In één keer gaat dat systeem vervallen terug naar een klassiek systeem en gaat het ofwel 0 ofwel 1 worden. Als je dat raar vindt, als je daar miljoenen vragen bij hebt, dan is dat perfect normaal. Het noemt in de kwantummechanica the observation problem. Het is misschien wel het centraal filosofische probleem van de kwantummechanica. En die stelt eigenlijk van, dat observeren, wat is dat eigenlijk? Wat gebeurt er dan? Nee. Veel mensen gaan zeggen dat ze weten wat er dan gebeurt, maar daar komt in de quote van Feynman. Als je zegt dat je begrijpt wat er daar gebeurt, dan begrijp je helemaal niet wat er daar gebeurt. Want dan zijn je gewoon aan het interpretaties maken. Om nog even dat punt, die twee concepten extra te illustreren, heb ik hier een mooie optische illusie. Ik ben weer al de naam vergeten, maar dat is dus een kubus.
En afhankelijk van, als je een beetje mentale gymnastiek doet, kun je die kubus eigenlijk dit punt naar voren halen of naar achter duwen. Je kunt die in twee van deze configuraties trainen. Nu, hè, zolang dat je niet kijkt, zolang dat je een beetje vaag naar die afbeelding kijkt, is dat ding eigenlijk in de superpositie van beide. Maar het moment, hè, een keer dat je het systeem door hebt, een keer dat je kijkt, je brein gaat dat dwingen in één van beide mogelijkheden. Ik ben al lang op zoek terug naar een gif. Er is zo'n gif van een ballerina die zo ronddraait en je kunt ze zo dwingen om in een andere richting te draaien. En wat exact hetzelfde soort fenomeen. Maar dit is ook interessant. Als je er twee van die dingen naast elkaar zet, dan is het heel moeilijk om de ene in de 0 te zien en de andere in de 1. Je brein gaat ze alle twee in dezelfde positie gaan dwingen. En dat is die verstrengeling. We zeggen dat die twee kubussen met elkaar verstrengeld zijn. Als je deze meet, wel, dan gaat het resultaat van de meting van deze heel sterk afhankelijk zijn van wat je hier gezien hebt. Dat is die in een tank. Nu, een heel klein extra caveatje dat ik erbij vertel. Ik heb dus al gezegd, een klassieke computer is 1 of 0. Een quantum computer kan 1 en 0 tegelijkertijd zijn. Wel, dit is wat het eigenlijk is. Als onze klassieke computer duim omhoog en duim omlaag is, wel, dan is een quantum computer, elke bit kan elke mogelijke oriëntatie aannemen op deze bol hier. Dus je kan naar links wijzen, naar rechts wijzen, naar boven wijzen, naar onder wijzen. Wijst hem naar boven, is hem 100% zeker 0. Wijst hem naar beneden, is hem 100% zeker 1. Wijst hem naar rechts, is het 50-50. En dan kun je ook nog een keer met fase werken, maar daar gaan we ons nu niet mee bezig. Maar nu komen we bij het centrale punt van de quantumcomputer. Waarom zijn die quantumcomputers zo sterk? Wel, elke qubit dat je toevoegt aan een quantumsysteem maakt dat systeem twee keer zo krachtig. En daar zit de echte kracht van de quantumcomputer. Dus met één zo'n qubit, wel, daarmee kun je een 0 en een 1 eigenlijk, moet je dat zeggen, simuleren. Gaan voorstellen. Voorstellen is een beter woord. Met twee van die qubits, wel, dat kan al vier mogelijke systemen voorstellen. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Voeg daar nog een aan toe, je hebt er 8. 16, 32, 64, 128. Tja, we zijn hier precies bij dat Chinees schaakbord terug. En het is ook zo. Elke qubit dat we toevoegen, maakt dat systeem twee keer zo krachtig. En we zijn nu op het interessante punt, trouwens, vandaag de dag met onze quantumcomputers, dat we nu net op de limiet zitten. De beste quantumcomputer van IBM, ik nog iemand spreken van IBM, die zal u dat met geuren en kleuren vertellen. Die zit rond de 50 qubits, 52 misschien. Dat kunnen we nog simuleren met onze allerbeste supercomputers. Voegen we daar 1 qubit aan toe, gaan we naar 53 of naar 54, dan hebben we plots 2 supercomputers nodig. 4 supercomputers, 8 supercomputers, 16 supercomputers. Dus we zijn nu op die magische grens aan het komen, waarbij dat we zeg maar in een soort onbekende wereld gaan terechtkomen. Die quantumcomputers die gaan hun werk doen, maar we gaan dat niet meer kunnen verifiëren met onze klassieke computers. En net zoals in klassieke computers, gaan wij dus ook van die poorten, van die basisblokken aan elkaar gaan hangen om circuits te gaan genereren, om berekeningen te gaan uitvoeren. Dit is een heel basis circuit die een quantumberekening gaat gaan uitvoeren. Dit noemen we een Hadamard gate. Dit gaat een klassieke bit gaan veranderen in een qubit. En dan hier gaan we vervolgens op het einde een meting gaan uitvoeren. Dus dan gaat dat ding terug een klassiek signaal gaan worden. Maar dus het genereren van die circuits, dat is eigenlijk de grote catch van quantum computing. Want dit is ongelooflijk moeilijk. Een circuit maken die een nuttige berekening uitvoert, wel, ja, daar zijn extreem slimme mensen nu al de voorbije 40 jaar mee bezig. En laat ons zeggen dat ze er twee handjes vol algoritmes gevonden hebben die nuttige dingen doen. Wat dat toch wel in vergelijking met een klassieke computer heel beperkt is. Maar het zijn interessante problemen dat we kunnen oplossen. Om dat even intuïtief te gaan uitleggen. Een klassieke computer, stel je voor dat die 4 bits moet gaan verwerken. Daar moet je eigenlijk elke mogelijke mutatie, permutatie van dat systeem apart door gaan sturen. 1 per 1 per 1 per 1 per 1 per 1. 4 bits hier, 4 bits hier, 4 bits hier, 4 bits hier. En daar komt een sequentie van antwoorden uit. Nu, in een quantum computer stop je daar eigenlijk alle mogelijke mutaties en alle mogelijke permutaties van je data tegelijkertijd in. En dan op het einde komt daar
op het einde doe jij een meting. Daar krijg jij één bepaald antwoord uit. Maar je bent helemaal niet zeker of dat antwoord wel het juiste antwoord is. Nu, heel interessant, net zoals bij encryptie. In veel gevallen is het gemakkelijker om te controleren of dat die oplossing de juiste is, dan effectief de oplossing te gaan zoeken. Dus je kunt er wel iets mee gaan doen. Maar wat je meestal gaat doen met een quantumcomputer, is het gewoon opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw gaan uitvoeren. En dan op het einde kijken naar de verdeling van de antwoorden die je teruggekeken hebt. En dan te gaan zien van, wat zijn mijn grootste pieken, wat zijn daar de waarde van? Ik ga een keer gaan controleren of dat dan misschien een antwoord is op de oplossing. Een antwoord is op het probleem dat ik zoek. Stop je daar alle mogelijke permutaties van vragen in, dan krijg jij ook alle mogelijke permutaties van antwoorden. En dat is het lastige van een quantumcomputer. Ik zeg het graag met een analogie. Stel je voor dat je een kamer zit hebben vol met mensen die daar klaarstaan met hun rekenmachine, klaar om een of andere berekening te doen. En je zegt aan die mensen van, oké, doe nu allemaal een berekening. Je hebt allemaal een papiertje voor u met uw eigen versie van het probleem dat je moet ingeven in uw rekenmachine. Voer dat in en op het einde roept het antwoord op je probleem. Wat gebeurt er? Al die mensen doen die berekening, die doen er evenveel tijd over. En in één keer roepen die allemaal verschillende antwoorden. Ja, dan heb je alleen maar ruis gekregen. Dan weet je eigenlijk niet, dan krijg je een perfect gelijke verdeling. Je weet eigenlijk niet wat dan nu het juiste antwoord was dat je zoekt. Dus je moet slimme manieren verzinnen. Slimme manieren verzinnen om daar toch een juiste antwoord uit te krijgen. Om ervoor te zorgen dat de verkeerde antwoorden elkaar opheffen. Het zijn twee signalen, die kunnen elkaar opheffen. En dat de juiste antwoorden elkaar versterken. Zodat je een maximale kans hebt dat als je een meting doet, dat het juiste antwoord is voor je probleem. Klinkt raar, right? En je moet je programma blijven uitvoeren tot als je een juist antwoord krijgt. Ik contra-intuïtief, maar zo gaat het. Voilà. Een manier om dat te doen bijvoorbeeld zou zijn, gegeven een optimalisatieprobleem. Hoe groter dat het antwoord is dat je vindt, dat je bijvoorbeeld de optimale balans vindt tussen appels en peren. En je geeft iedereen, jij berekent 1 peer, 4 appels, jij 5 appels, 2 peren, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En hoe groter het resultaat, hoe meer winst dat we doen, hoe luider dat je moet roepen. We gaan nu een klein schemaatje geven met je resultaat en hoe luid dat je moet roepen. En dan zou je eigenlijk al dat signaal iets kunnen verstaan. Dan zou je misschien al het luidste antwoord kunnen gaan horen en een keer gaan checken van, wat is daar de uitkomst van. Zo werkt een quantumcomputer een beetje op een intuïtief niveau. We gaan de verkeerde antwoorden gaan temperen, we gaan de juiste antwoorden gaan versterken, zodat je een maximale kans hebt, maar je bent nooit 100% zeker, dat als je een meting doet, dat je het juiste antwoord krijgt. Dit gaan we gaan gebruiken bij onze priemfactorisatie. Daar hebben wij een algoritme voor geschreven. Daar heeft een hele slimme meneer genaamd Shor een algoritme voor geschreven. En dat algoritme van Shor, dat kan veel efficiënter van die codes kraken, encrypties gaan breken, die priemfactorisaties gaan breken naar onze klassieke computers. Dit is een heel gecompliceerde grafiek, maar het toont min of meer hoeveel tijd dan een gewone computer nodig heeft. Het is wel een logaritmische schaal, dus we gaan van 1 miljoen naar 1 miljard, 1000, miljoen, 100, 10, 1 jaar enzovoort. Kijken we op een klassieke computer, zolang dat programma, dat probleem relatief klein is, duurt dat nul tijd bijna. Nanoseconden. Geen enkel probleem. Maar wat zien we plots? Wordt die een key lang genoeg? Wordt dat getal groot genoeg? Dan moeten we gaan priemfactoriseren. En dan explodeert dat probleem ineens naar duizenden jaren, miljoenen jaren, miljarden jaren, naar leeftijden van het universum. NIST stelt momenteel voor om keys, ik denk nu van 4048, ze zijn eentje verder gesprongen, vroeger was 2048 te gebruiken. Dan zie je de muur, zeg maar. En je ziet min of meer, onze computers gaan al een pak sneller moeten worden eer dat we voorbij die muur gaan gaan. Het is bijna asymptotisch dat die grafiek naar boven gaat. Maar nu, hier komt ook wel een grote catch als het aankomt op onze quantumcomputers. We hebben helemaal nog geen idee hoe snel die quantumcomputers gaan zijn. De hertz, de megahertz, de gigahertz. Mensen die al eens een computer gekocht hebben, zullen die termen wel al tegengekomen zijn. Wel, dat kunnen we zelfs nog niet weten van onze klassieke computers. Die zijn zo verschrikkelijk traag op dit moment, dat we daar zelfs nog geen rekening mee houden. Dus als we zouden gaan kijken, stel je voor dat we een gigantisch trage quantumcomputer hebben, dan zien we dat die op een minuscuul klein probleem nog altijd 1 maand tijd nodig heeft om het te gaan berekenen. Een minuscuul probleem waar onze klassieke computers in nanoseconden mee weg zijn. Maar zelfs die gigantisch trage quantumcomputer, die gaat op een bepaald moment, hier is het cut-off point, op een bepaald moment gaat die efficiënter beginnen werken dan onze klassieke computer. Terwijl onze klassieke computer helemaal het plafond in gaat,
gaat dit op zijn gemakske naar omhoog en betekent dat we gewoon door 1 qubit toe te voegen steeds grotere problemen kunnen gaan oplossen. Het kan ook bijvoorbeeld zijn dat we die computer nog sneller kunnen gaan maken. Hè? Dat we hetzelfde gaan kunnen doen als dat we met onze klassieke computers gedaan hebben. Dat ding lager en lager en lager en lager komt te staan. Kan perfect, maar dat weten we nu nog niet op voorhand. In de praktijk, quantum computers vandaag de dag, het is een hele lange quote, je moet dat niet lezen. Maar het is het hoofd van quantum hardware bij Intel. En die maakte een hele goede vergelijking met de opkomst van onze klassieke computers. Als je het wilt vergelijken, de toestand van onze quantum computers vandaag, met de toestand van onze klassieke computers, wel, dan zitten we nu ergens in de jaren 50. Eigenlijk zelfs nog vroeger. Want de transistor, de microprocessor, de basisbouwblok, dat wij gewoon zodanig klein hebben kunnen maken in onze klassieke computers, die kennen we nog niet eens. Die weten we nog niet eens voor onze quantum computers. We zijn er nog naar op zoek. Dus we zijn nog op zoek naar dat magisch stukje hardware dat we gewoon kunnen blijven kleiner en kleiner en kleiner en groter en groter en groter maken zonder al te veel problemen. Om je maar even te schetsen, een van de vroegste geheugentechnologieën die er bestond voor onze klassieke computers waren enorm grote vaten met kwik, waar ze een elektrisch signaal doorstuurden. Dat elektrisch signaal ging redelijk traag door dat vat met kwik. En op het einde van dat vat werd dat signaal opgevangen en werd het terug in dat vat gestuurd. En zo konden we eigenlijk data op een semi-efficiënte manier toch over langere perioden gaan opslaan. Maar verschrikkelijk inefficiënt. Het is maar een keer dat we met onze harde schijven, met onze cassettes enzovoort zijn afgekomen, dat we er gewoon door die barrières zijn kunnen breken en dat we computers gigantisch schaalbaar hebben kunnen gaan maken. Dus die breakthrough, daar zijn we nu vandaag de dag nog een beetje op aan het wachten. Vandaag de dag zitten we ongeveer met 50 qubits in onze allerbeste quantumcomputers. En nu zult je het misschien raar vinden om te horen, maar eigenlijk kunnen we nog niets nuttig doen met onze quantumcomputers. Ik kom meteen nog even terug op het quantum supremacy verhaal, alhoewel dat de IBM-persoon daar misschien ook wel iets over te zeggen heeft. Maar quantum supremacy, dat is min of meer, intuïtief samengevat, het punt waarop dat we met onze quantumcomputer iets gaan kunnen doen, iets praktisch gaan kunnen doen, dat we niet kunnen doen met een klassieke computer. Hier zijn een aantal van die voorbeelden. Ik heb het hier al gehad over uw stikstoffixatie, dat gaat over de productie van kunstmest. Wel, de keer dat wij 100 tot 200 van die qubits kunnen bijeen verzamelen, wel, dan kunnen wij beginnen nadenken over dat probleem. En kunnen we die simulaties van die stikstoffixatie gaan verbeteren. Hetzelfde met carbon capture, de opvangst van CO2. Gaan we naar honderden en duizenden qubits, dan kunnen we materialen gaan beginnen verbeteren. Gaan we quantum computers gaan beginnen gebruiken in ons materialen. En dan helemaal hier, dat is een beetje het vraagtekengebied van de quantumcomputers, maar oh, wat zou het fijn zijn, moesten we daar effectief iets mee kunnen betekenen met onze quantumcomputers, dan zitten we hier in de duizenden qubits en dan kunnen we ook machine learning gaan beginnen verbeteren met onze quantumcomputers. Maar daar zijn we vandaag nog niet. Vandaag de dag een euro zit te steken om dat te gaan ontwikkelen. Nu, het aantal qubits is 1, maar waar daar heel weinig mensen u over gaan spreken, is de tweede variabele. Dat is de error rate. Quantum systemen zijn fundamenteel onzeker. Die maken fouten. Je moet dat programma meerdere keren gaan uitvoeren om te gaan zien eigenlijk wat al het juiste antwoord is. Maar als jij heel veel fouten hebt, als de elementaire berekeningen ook maar 1% kans hebben om een fout antwoord te geven, wel, dan ga je op de duur, hoeveel qubits dat je ook toevoegt, niet meer berekeningen kunnen doen. Een metafoor dat ik daarvoor gebruik, een analogie, is dat spelletje dat je misschien nog vroeger gespeeld hebt, waarbij dat je allemaal in een rij gaat gaan zitten en dat je een boodschap moet doorgeven van de een naar de ander. En helemaal op het einde van de rij komt daar iets totaal anders uit dan wat er in het begin van de rij is ingegaan. Wat houdt dat in? Dat is min of meer elke persoon die een bericht overgeeft, heeft een hele kleine kans om een fout te maken, maar hangt er zoveel aan elkaar. En ja, ook al is die kans heel klein, op het einde heb je alleen maar nonsens dat eruit komt. Dus dat is ook een beetje hetzelfde wat we moeten doen met die quantumcomputers. We moeten ervoor zorgen. Juist, er is één iets dat ik nog wil zeggen. Lang hebben we gedacht, want dat is een beetje een conflicterend probleem. Hoe meer qubits dat je toevoegt, hoe moeilijker dat het wordt om ze allemaal foutloos te gaan maken. En dingen minder fouten laten maken, is gigantisch moeilijk om te gaan doen. Lang dachten we dat dat op de duur een onmogelijk probleem ging worden. Maar we hebben daar een oplossing voor gevonden. Maar het is geen leuke oplossing. Het is min of meer, wat hebben we gezegd, van we nemen... Als we een paar shitty qubits hebben, die niet goed werken, en we bundelen ze tezamen,
en we laten ze allemaal stemmen, hè, en we nemen het meest voorkomende antwoord, wel, dan creëren we eigenlijk een qubit met een lagere error rate dan elk van die afzonderlijke qubits. Het is een beetje, stel je voor dat wij een of ander kanaal naar elkaar zouden hebben. En ik moet een 1 of een 0 naar u toesturen, maar daar kan af en toe een keer een fout in gebeuren. Maar wat ik dan zou doen, is 3 keer hetzelfde signaal sturen. 1-1-1 of 0-0-0. En als er dan een foutje in gebeurd is, en je krijgt 0-0-1, dan weet je, er zal waarschijnlijk wel een hele goede kans zijn dat het 0-0-0 was, in plaats van 1-1-1 en er zijn 2 fouten gebeurd. Dus we gaan die dingen gaan bundelen om de fouten te gaan verminderen. En dat bepaalt eigenlijk min of meer wanneer dat wij handige dingen, nuttige dingen gaan kunnen doen met onze quantumcomputers. We zitten hier op 1000 op 1. Ik ben onlangs naar Delft geweest. Ik dacht dat dat zo'n beetje het worst case scenario was. Vandaag de dag zitten we op 10.000 op 1 qua ratio. Om een perfecte, om een goede logische qubit te gaan maken uit de qubits die we vandaag hebben, zouden we er eigenlijk al 10.000 moeten hebben. Wel een beetje een domper op de feestvreugde. Misschien om echt goede qubits te hebben, gaan we eerst naar 10.000 moeten geraken. We zitten nu aan 50 en dan hebben we er ene goede. Dat is een beetje jammer. Maar in de tussentijd kunnen wij ook al dingen doen. We noemen dat NISC-machines, Noisy Intermediate Scale Quantum Computers. Dus min of meer, we hebben al manieren gevonden om met slechte qubits ook al wat interessante dingen te gaan doen. Dus dat is een beetje dat tussenstadium waar we nu naartoe gaan. Maar gaan we nu even uit van dat worst case scenario. 1000 op 1, daar gaan we misschien wel geraken. Dan zien we dat tegen 2029 dat we over die klassieke limiet gaan van onze klassieke computers. En dat we dus vanaf 2030 interessante dingen gaan kunnen beginnen doen. Quantumchemie. Machine learning is dan mogelijk nog voor veel later, 2038. En dit is de reden waarom ik eigenlijk niet zoveel praat over encryptie. Het zijn mensen die alleen maar praten over quantum encryptie en quantum breken van encryptie. Maar het Shor-algoritme, dat is nog heel ver weg. Daar moeten we ons nu nog geen zorgen om maken. Dat is min of meer tegen 2040. Natuurlijk zijn jij een regering met wat geëncrypteerde files die het daglicht niet mogen zien. Dan begin jij nu al een beetje nerveus te worden. Want stel je voor dat iemand dat gewoon op die server staan heeft. Hij downloadt dat gewoon, dat is geëncrypteerd. Wel, hij moet maar 30 jaar wachten tot als hij hem eindelijk kan gaan zien wat er daarin staat. Is Kennedy vermoord door de CIA? We gaan het hopelijk in 2040 eindelijk weten. Zijn we geland op de maan? Dat is de datum waarin we een definitief antwoord gaan. En wie weet, maken we nog eens een doorbraak en gaan we die foutenmarge ook gaan kunnen verminderen. En dan schuift die tijdschaal in één keer enorm op en gaan we plots naar 10 op 1. Wel, dan zitten we in 2023 al in het rijk van de machine learning. Maar dat is min of meer, nog een beetje koffiedik kijken nu, zien we wat er gaat gebeuren. Er zijn een aantal recente vooruitgangen geweest, IBM en Google hebben alle 52 qubit quantum computer uitgebracht. En het is min of meer afhankelijk van hoeveel geld dat we erin gaan pompen, hoe snel dat het gaat vooruitgaan. Dit is een marktstudie ernaar en die houdt rekening met 2 scenario's. Ofwel gaan we er weinig geld in gaan investeren, ofwel gaan we er heel veel geld in gaan investeren. En dat bepaalt eigenlijk wanneer dat we de returns gaan zien van die investering. Dus Dien spreekt hier van 2030 ten vroegste. Dit is nog een negatieve scenario, die gaat er pas uit dat we tegen 2045 pas echt een enorme boel. Maakt computers die veel meer qubits hebben dan alle andere bedrijven. 2000 qubits, 4000 qubits enzovoort. En de reden daarvoor is dat D-Wave eigenlijk een ander soort quantumcomputer aan het bouwen is. Die minder universeel is. Nog steeds handig, maar om u maar even te illustreren. We zijn nog altijd niet zeker hoe quantum dat systeem is. We weten eigenlijk zelfs niet of dat systeem nog iets nuttig aan het doen is. Daar zijn we nu min of meer testen mee aan het uitvoeren. Maar het is nog één groot vraagteken. Maar de 2 grootste spelers momenteel, en IBM is hier alvast vertegenwoordigd vandaag, zijn IBM en Google. En ik zou zeker alvast IBM, en dat is niet zomaar om stroop te gaan smeren, op de eerste plaats willen gaan zetten. Want Google, alles wat zij doen, is redelijk mysterieus. Het is een beetje op de achtergrond, er wordt niet veel gecommuniceerd. Het is nogal vaag allemaal. Terwijl IBM heeft quantumcomputers in de cloud staan. Jij kunt vanavond je registreren voor een gratis account en je kunt programma's schrijven die draaien op een echte quantumcomputer. Dus dat betekent, zeker qua publieke facing, publiek onderzoek, is IBM de absolute marktleider. Maar ook Microsoft en Intel zijn natuurlijk niet aan het achterlopen. Om maar te zeggen dat het moment er eindelijk gekomen is om met quantumcomputer bezig te gaan zijn, zelfs de Europese Unie is wakker geworden. De Europese Unie heeft een fonds van 1 miljard euro vrijgemaakt om te gaan investeren in quantum computing onderzoek.
Maar om even te gaan illustreren tegenover de rest. In de VS is het $1,2 miljard, een redelijk gelijkaardige investering. Maar China, dus altijd de big C als het aankomt in zo'n beetje de strategische technologiewereld. China is er natuurlijk enorm actief in. En zij hebben onlangs een fonds van $10 miljard vrijgemaakt om te gaan investeren in Quantum. We zijn aan het terechtkomen in een soort nerveuze wapenrace. Nu zijn we nog allemaal heel goed aan het samenwerken. Maar een keer dat die dingen nuttig gaan beginnen worden, dan zijn we maar zeker dat we plots heel moeilijk toegang gaan krijgen tot Chinese quantumcomputers bijvoorbeeld. En vice versa. Nu als laatste wil ik nog even een beetje reclame maken. Ik heb ook zelf een bedrijfje in quantumcomputing, deel van de Kronos Groep. Ik noem het soms een beetje mijn hobbybedrijfje. Mijn hoofdactiviteit is nog altijd Brainjar, is bezig met artificiële intelligentie. Maar ook quantum. Met quantum wil ik eigenlijk bereiken dat wij België klaarmaken voor de opkomende quantumrevolutie. Ik zeg altijd, de mobiele revolutie die hebben we gemist. En daarom surfen wij nu allemaal naar bol.com en coolblue.com en amazon.com. Buitenlandse bedrijven, Nederlandse bedrijven, Amerikaanse bedrijven, om onze online shopping te gaan doen. Quantum gaat een beetje dezelfde kant op. Nederland is enorm hard aan het investeren in quantum computing. Is daar een van de wereldleiders op. In België hebben we geen enkele werkende quantum computer. Dus daar wil Quantum graag wat verandering in brengen. Wij willen enerzijds, zoals ik nu aan het doen ben, bewustzijn creëren rond quantum computing. En anderzijds werken wij ook al samen met bedrijven om effectief ook quantum prototypes te gaan creëren die eigenlijk gaan draaien op de quantum computers van morgen. De software die is vandaag al klaar. Daar zijn we vandaag mee bezig. De libraries die worden gemaakt, die draaien zelfs op Python. Hoera. Microsoft heeft daar een volledig aparte taal voor uitgebracht. De hardware is er nog niet. Maar de software die vandaag geschreven wordt, die kan draaien op de quantum computers van morgen. En ja, natuurlijk zou je zeggen van weet wat, ik ga nog 10 jaar wachten tot als ik mij zo'n quantum computer kan kopen. Maar ik kan u alvast verzekeren dat mensen die quantum algoritmes kunnen schrijven, dat plots heel dun gezaaid gaan zijn en dat je plots heel veel geld gaat moeten betalen voor een quantum consultant. Dus daar willen wij eigenlijk een beetje vooraf in zijn. Wij willen nu al zeg maar, de algoritmes gaan schrijven die morgen op de quantum computers gaan draaien. En voilà, daarmee ben ik klaar met mijn verhaal. Lichtjes over tijd gegaan, maar hopelijk nog binnen een redelijke termijn. Dank u wel allemaal. Zeer hoge verwachtingen. Zeer hoge verwachtingen, zeker na de vorige spreker. Zeer geanimeerd en duidelijk verhaal, denk ik althans. Maar we hebben ook geleerd van als je het nog steeds niet begrijpt, dan is dat niet erg. Want het is niet moeilijk om het te kunnen begrijpen, wat Mr. Feynman al gezegd. Ik ben inderdaad IBM Q-investor. Ik ben werkzaam bij IBM Benelux, IBM Nederland. Volgens dit voor mij een beetje een thuiswedstrijd, want ik woon 4 kilometer over de Nederlandse grens, vlak boven Antwerpen. Dus ik vind het heel fijn om hier te zijn. Ik ben liever hier dan in Amsterdam. Ik heb een achtergrond in technische natuurkunde, TU Delft. En ik heb heel veel leuke dingen gedaan bij IBM, maar nooit iets wat echt aan die achtergrond raakte. En er zijn natuurlijk heel veel leuke dingen langsgekomen en nu ook weer IoT en cloud en blockchain, allemaal super interessant. Maar toen IBM Q lanceerde in mei 2016, toen werd er echt iets in mij getriggerd en wakker gemaakt. Dus ik ben direct een boek gaan kopen, ik ben gaan experimenteren op de quantum computer die toen in de cloud beschikbaar kwam. Ik ben gaan leren, ik ben weer blokken vol gaan schrijven met aantekeningen. En uiteindelijk heb ik een keer gevraagd of ik bij het clubje IBM Q Ambassadors mocht komen. En gelukkig mocht dat. Redelijk strenge selectie, je moet een PhD hebben en je moet natuurlijk iets van quantum computing afweten. En sindsdien ben ik dus lid van het clubje van iets van 100, 120 mensen across the globe die mogen spreken namens IBM over quantum computing. Een hoop dingen zijn al gezegd, hè, dus ik hoef niet meer uit te leggen wat quantum computing is. Dat is al gedaan, jullie begrijpen dat nog steeds niet. ik ga hier en daar een beetje aanhaken bij dingen die de vorige spreker al verteld heeft. Dan kan denk ik in dit gebied geen kwaad om dingen te herhalen.
En ik ga niet meer zeggen wat call of computing is. Ik ga meteen beginnen van waarom is het nou van belang. En dat is dus ook al duidelijk geworden in het voorgaande uur. We hebben van die mooie supercomputers over de hele wereld staan van allerlei fabrikanten. En die zijn ontzettend krachtig. Tegenwoordig zijn het niet alleen klassieke computers, maar hebben ze ook stukken neurale hardware in zich, zodat we mooi artificial intelligence kunnen doen. Allemaal prachtig. Maar ja, is er nou eigenlijk nog iets wat we daarmee niet kunnen doen? Je zou denken van nou, die dingen zijn zo groot, krachtig, daar kunnen we alles mee doen. Nou, net hebben we al gezien dat dat niet zo is. Iets simpels bijvoorbeeld, hè, zo'n molecuul, iets wat we bijna allemaal dagelijks wel in aardige hoeveelheden nuttigen, cafeïne. Dat is een molecuul waarvan we de structuur niet kunnen representeren in een klassieke computer. Onze huidige klassieke computers zijn niet krachtig genoeg om deze molecuulstructuur te coderen, zeg maar. Dat komt omdat, dit ziet er vrij simpel uit, maar elk atoomkern die heeft een aantal elektronen om zich heen. En je zag bij het traveling salesman probleem al dat als het aantal steden toeneemt, dan groeit het aantal combinaties dat je hebt exponentieel. Dus het aantal interacties wat hier bijvoorbeeld met alle elektronen mogelijk is in zo'n betrekkelijk eenvoudig molecuul, groeit ook enorm uit de klauwen als je één atoompje erbij zet met nog weer 10 elektronen doorheen. Dus waterstof is nog wel te doen en wat andere simpele moleculen is met een klassieke computer ook nog wel te doen. Maar de grotere moleculen, dat lukt gewoon niet. Zo'n dergelijk molecuul zou je wel, als je 160 echte goede logische qubits hebt, kunnen modelleren. Nou, 160, nou, dat klinkt niet zoveel. Als je dit zou moeten modelleren met een klassieke computer, heb je evenveel bits nodig als ongeveer 1/10 deel van de aarde. Dus zoveel atomen heb je dan nodig als je die zou kunnen gebruiken als bits, heb je 1/10 deel van de aarde nodig. Nou, het is een redelijk grote supercomputer, die gaan we dus nooit krijgen. Dat gaat nooit lukken. Dus de hoop is gevestigd op qubits. Nou, hoe zit het nou met andere moleculen? Het leuke is, hierna toon ik ongeveer dezelfde getallen en ook wel dezelfde verwachtingen. Soms dan heb ik toch wel wat andere verwachtingen. Dus vorm vooral je eigen beeld. En ga ook zelf op zoek naar informatie daarover. Maar hier zie je in ieder geval als functie van de complexiteit van het molecuul waar je naar kijkt. En we beginnen met water en dan tot aan de penicilline. Met heel veel atomen, met daarom ontzettend veel elektronen. Het aantal bits dat je daarvoor nodig hebt om dat te representeren, dat groeit. En dat groeit echt enorm. Dus 10 tot de 4e bits, dat hebben we nog wel. 10 tot de 12e hebben we ook nog wel in de... Nou, ik weet niet wat we in supercomputers hebben, maar... Ja, ergens gaat het gewoon fout. Als je dan kijkt naar de groei in het aantal qubits dat je nodig hebt, oké, dat groeit ook nog wel, dat aantal, maar dat groeit lang niet zo snel als het aantal bits dat je nodig hebt. Dus een quantumcomputer is beter in staat om met dergelijke informatie in zo'n molecuul om te gaan dan een klassieke computer. Je hebt net ook al gehoord, we zitten nu rond de 50 qubits. Het zijn geen logische qubits, het zijn geen ideale qubits. We zitten nu meer rond de 14 echte ideale qubits. Dus water, daar zitten we nou een beetje tegenaan of we dat kunnen modelleren, ja of nee. Dit lukt nog steeds niet, maar het idee is wel dat we binnen een paar jaar wel in staat zijn om langzaam dit rijtje af te gaan. We beginnen met ethanol. Nou, cafeïne is nog iets verder in de toekomst, maar we gaan daar wel naartoe. En je ziet ook dat dus hierin, ja, die groei is er wel, maar die groei is ook weer niet zo enorm groot dat je denkt van nou, dit is onmogelijk. Hè? Als je dit kan, nou, dan moet je dit een aantal jaar later ook nog wel kunnen. Terwijl, als je dit kan, ja, dan kan je dit 10 jaar later nog niet eens.
dit is hoopgevend. Is dat het enige wat we kunnen doen? Nee, dat is zeker niet het enige wat we kunnen doen. Dat hebben we net ook al gehoord. Wat ik net liet zien, fiscal systemen modelleren, hè, fysische systemen, of chemische systemen, moleculen. Dat gaat natuurlijk te goed, hè. Alles wat gebaseerd is op kwantummechanica, ligt voor de hand dat je daar en een kwantumcomputer ook wel iets mee kan. Wat je ook hebt gehoord net in het verhaal is dat een kwantumcomputer goed is in allerlei mogelijkheden doorberekenen. Dat in eerste instantie mogelijkheden op een rijtje zetten. En dan vervolgens daar berekeningen mee doen. Dat ligt dus voor de hand dat je, als je veel scenario's hebt, dat ook een bruikbaar probleem is voor quantumcomputers. En als je eenmaal een aantal scenario's hebt, en je kan daar een of andere winst- of verliesberekening op doen, dan kan je dus ook gaan dat optimaliseren van problemen. Dus een traveling salesman probleem, minimaliseer de tijd die nodig is voor zo'n traveling salesman om alle steden aan te doen. Dus dat is een optimalisatieprobleem. En als speciaal vorm van optimalisatieprobleem kun je ook artificial intelligence machine learning toepassing doen met. Dus deze vier hoofdfamilies, zeg maar, zien we in de redelijk nabije toekomst als toepassingsmogelijkheden voor quantumcomputers. Om het even wat concreter te maken, en dit is wel een heel uitgebreide slide. Maar hier zie je weer die families. Dus chemische, fysische systemen, scenario simulation, optimization, AI, ML. En een aantal toepassingsgebieden, dus zeg maar industrieën, hè, dus chemie, distributie, logistics, financial services, healthcare, manufacturing, chemistry, dat soort industrieën. En daarin dan een aantal use cases, waarvan we verwachten dat ze binnen een jaar of in ieder geval 10, 15, zullen leiden tot quantum advantage. Dat is niet, ik heb het even hier over quantum supremacy. Ik heb het over quantum advantage, dat je echt met een concreet probleem, dus een materials discovery, voor drug discovery bijvoorbeeld, een beter gebruik kan maken van een quantum computer dan van een klassiek. Dat is quantum advantage. En voor deze use cases verwachten we quantum advantage binnen afzienbare tijd. Nou, kan daar niks in beloven. En sommige liggen dichterbij in de toekomst dan andere. En we verwachten dat met name chemistry toch wel in een jaar of vijf dat we daar quantum advantage zullen zien. Ook in een aantal zaken bij optimization, dus network optimization, vehicle routing, in de financiële wereld, portfolio management, transaction settlement. Zo zijn er nog een paar. Ik dacht ook credit en asset score. Daarvan wordt verwacht dat waarschijnlijk binnen een jaar of vijf toch wel quantum advantage zou kunnen zijn. Ja, we moeten daar een beetje voorzichtig in zijn natuurlijk, maar daar werken we wel nu naartoe. Dan kun je denken van oké, we gaan nog wel even wachten, ja, want dat duurt nog wel eventjes. Aan de andere kant hebben jullie ook wel gezien dat het toch wel een redelijk ingewikkeld vakgebied is. Dus, je kan je afvragen van wanneer vindt die quantum advantage nou plaats. Maar je moet je ook daarbij afvragen hoeveel tijd heb ik nodig als bedrijf, als stad, om mij goed voor te kunnen bereiden op het moment waarop die quantum advantage er is. Want als die quantum advantage er eenmaal is en je bent er dan niet klaar voor en je hebt nog 3 jaar nodig omdat je skills niet hebt en de organisatie is niet op ingericht en zo'n tijd heb je waarschijnlijk wel nodig. Dan loop je dus 3 jaar achter en dan gaat je competitor met het advantage ermee door. En het advantage is zodanig groot dat je waarschijnlijk dan toch wel een redelijke kans hebt om failliet te gaan of overgenomen te worden. Dus je moet die twee vragen moet je gaan stellen en dan kan je een schatting maken van wanneer je moet beginnen om dus op tijd klaar te zijn. Nou, als digitale stad, jullie hebben allemaal hier al lang genoeg naar
kunnen kijken om al wat dingetjes eruit te kunnen pikken van oh, dat is voor ons interessant. Er zijn natuurlijk een hoop optimalisatieproblemen zijn er in een stad. En een stad heeft ook een enorme hoeveelheid aan, aan data. Dus AI misschien wel, is ook een mooie. Oké, dat is wat betreft de use cases. En het leuke is, als je de use cases kleiner maakt, dan kan je er al nu al wat mee. Hè? Dus er zijn al quantumcomputers, er zijn al algoritmes, er is al software. En die kan je allemaal nu al inzetten om een klein, simpel probleem, maar wel in een van die gebieden, om met een echte quantumcomputer te doen. En hier zie je een voorbeeld van chemische modellering, waterstof of lithiumhydride, redelijk simpele moleculen. Maar wel door middel van een quantumcomputer een berekening gedaan van de energie als functie van de interatomic distance. En dan zie je dat de berekening ja, redelijk goed overeenkomt met de curve die, zoals je die op een klassieke manier kan berekenen. En dat is totaal niet van met Vantage. Ja, want die curve die kan je gewoon met een klassieke computer goed uitrekenen. Maar je ziet wel dat het in principe dus mogelijk is. En dit is geen rocket science meer, dit kan iedereen gewoon doen. Hè. Dus, als je Python kan programmeren en je kan een beetje uitvogelen hoe die rekenmodules werken, dan kan je dit gewoon zelf op een eigen kant doen. Kan je dit narekenen. En op een ander gebied, machine learning, hetzelfde verhaal. Dus het maken van een support vector machine in machine learning kan je ook met een quantumcomputer doen. En daar, dat is ook gedaan in de praktijk voor simpele datasets. Ik zal het straks nog even laten zien. Nou, hier een beetje een artist impression van welke problemen kan je dan aanpakken. Je hebt de makkelijke problemen, zowel voor klassieke computers als voor quantumcomputers. En dan heb je de wat moeilijkere problemen, hard problems, voor de klassieke computer. En het is dus de verwachting dat de quantumcomputer een aantal van die problemen kan aanpakken. Maar er zijn ook een aantal problemen die dus door klassieke computers nog moeilijker zijn dan hard, die door een quantumcomputer wel gedaan kunnen worden. Wat je hier ook aan kan zien is dat er nog een hoop hard problems overblijven die niet door een quantumcomputer gedaan worden. Dus we zullen niet een revolutie zien waarbij alle klassieke computers vervangen zullen worden door quantumcomputers. Nee, dit is in de meeste gevallen ook een samenwerking tussen de twee. Je bereidt iets voor, een dataset en een quantumcircuit op een klassieke computer. Dan laat je een quantumcomputer een circuit uitvoeren, dan kijk je wat eruit komt. Vervolgens laat je een klassieke computer weer wat werken en dan krijg je zo'n iteratieproces waarbij je uiteindelijk je probleem op kan lossen. Dus een samenwerking tussen die twee werelden. Nou, ik noemde het net al, hè, dus quantum advantage. Als je kijkt naar de tijdlijn zover, begin van de 19e eeuw hebben we natuurlijk de revolutie van kwantummechanica gezien. En Richard Feynman deed zijn uitspraak dat we dus moeten kijken naar kwantumsystemen om de natuur te kunnen simuleren ergens rond 1980. En vanaf dat moment is er heel veel geïnvesteerd in quantum algoritmes en quantumcomputers en et cetera, et cetera. En in 2016 hebben we de eerste quantumcomputer aan de cloud. Waardoor die is beschikbaar.